Nieuw eiland. Mijn dichtbundel. Mijn eerste dichtbundel. Ik uh, ben heel blij dat hij er is. Hij was er eerst niet. Nou is hij er wel. Uh, ik heb hem zelf geschreven. Uiteraard. Uh, waarom? Ja, um, ik ben eigenlijk begonnen met schrijven dat ik een enorme fan was van W.F. Hermans. Um, omdat ja, er sprak me iets, iets aan aan zijn werk. Het leek uh, alsof er een soort mechaniek ging lopen naarmate hij het vaker las. Ik ben me er meer in gaan verdiepen. En, uh, uh, er gaat in, zijn, uh, in het werk van Hermans altijd uh, een, uh, een chaotische werkelijkheid schuil achter een schijnorde, lijkt het wel. En zintuigen en taal uh, zijn niet de juiste instrumenten om, uh, om die werkelijkheid mee weer te geven of waar te nemen. En uh, nou, ik heb geprobeerd dat te incorporeren in mijn eigen werk ook, uh, bijvoorbeeld in het openingsgedicht van mijn bundel Afstand. Door gevaarlijke gekken omringd wist ik beter, al jaren bekeek ik de katten in de boom. Ik gaf ze soms namen van dichters, sloot aan in de rij voor het stempelloket. Ik zag wel hoe lang het ging duren, ontkende gewoonweg de tijd. Met ieder gekozen woord sloot ik er duizenden uit. Dat moest op den duur wel problemen geven. Je wilde wat vragen, wat ik wist van authentiek, dat was het hier nooit echt geweest. Zeker met wat fantasie kon ik naakt jouw foto in de krant. Zoenen tot mijn lippen zwart en pijnlijk van de druk inkt zagen, of als je walgde van papier, dan kon ik gorilla-glas likken, maar dichter bij jou kwam ik niet.